Ik was er echt verbaasd over dat je niet merkt dat er zeg maar nog een tram achter je rijdt als je rijdt. Dan hebben we een nieuwe infrastructuur, nieuwe seinen en wissels, we hebben nieuwe voertuigen. Het is een nieuw exploitatieregime, zoals dat zo mooi heet. Het staan allemaal nieuwe dingen. Techniek die moet op orde komen. Die moet robuuster worden, om het maar even zo te zeggen. En de mensen die erop rijden, die moeten er ook aan wennen. Lijn 51 was een sneltram, / metro. Dus die had hoge wielen, stond hoog op zijn wielen. Die perrons die moesten allemaal lager worden voor de tram. Dat betekent dus dat in ieder geval alle haltes moesten worden aangepast. En we hebben ook een aantal ongelijkvloerse kruisingen gemaakt, zodat de tram beter door kan rijden. In tegenstelling tot de lijn 51 rijden we nu dus met hele nieuwe trams. Daarmee zorgen we ervoor dat de lijn een stuk minder storingsgevoelig is dan de oude lijn. En deze lijn die rijdt tot station Zuid, waarmee we dus ook niet meer de stad ingaan. En doordat we de stad niet meer ingaan, zorgt ook voor minder oponthoud en verstoring zeg maar, verderop in Amstelveen. Deze tram van CAF die heeft meer capaciteit dan de oude trams die we nu hebben rijden. Qua zitplaatsen is het ongeveer een beetje hetzelfde, maar ze zijn wat groter, wat langer en ze hebben dus meer capaciteit. Poeh, ik vind ze gewoon ontzettend mooi. Wat je vaak ziet bij dit soort projecten is dat de ambities eigenlijk enorm zijn en dat eigenlijk van tevoren al wel duidelijk zou kunnen zijn dat het eigenlijk helemaal niet haalbaar is. En bij dit project ja, het is gewoon een heel degelijk project geworden waarbij de uitdagingen die we tegenkwamen ook gewoon ja, met elkaar, met de partners en met alle partijen die eraan werkten goed hebben kunnen oplossen. De eerste drie dagen van het proefbedrijf zagen we voornamelijk dat we heel veel problemen hadden met de techniek op de infrastructuur. Op de eerste dag was er gelijk een tram verspoord. Was het even schrikken? Dat was ja, schrikken. Dat was niet echt schrikken. Ik bedoel, dat kan gebeuren. Ook daar zit een kwetsbaarheid op een gegeven moment. Bij de Stravinsky-laan was dat. Wij weten dat dat een kwetsbare situatie is. Daar proberen we onze bestuurders zo goed mogelijk in op te leiden. Heb je gevreesd voor 13 december als openingsdatum? Nee. Nou, uiteraard op een gegeven moment als er een dag even het helemaal tegen zit, dan denk je van, hoe redden we dat? Maar dan de volgende dag zie je allerlei dingen weer goed gaan. Dan denk je van, ja, zie je, we redden het gewoon. Ik heb ook op lijn 5 gereden. Dat zijn trapkarren. Nou, dat zijn hele oude trams. En ja, dat rammelt aan alle kanten. Dus dit is wel heel fijn om dan in een nieuwe tram te rijden. De lijn wordt doorgetrokken naar Uithoorn. Wat moet er daar allemaal voor gebeuren? Heel veel. Dus er moet nog een paar kilometer spoor worden aangelegd. In Uithoorn moet er natuurlijk nog een en ander gebeuren. Aan overwegen, alle systemen moeten natuurlijk ook op die lijn komen. Het opstelterrein moet nog worden uitgebreid daarvoor. Dus ja, er is nog heel veel werk aan de winkel. Maar ja, als we op dezelfde manier werken als wij de afgelopen jaren hebben gedaan, verwacht ik dat we dat ook gewoon voor elkaar gaan krijgen. En wanneer gaat de lijn naar Uithoorn rijden? 2024.